Het EK 2024 is al een aantal dagen bezig. De eerste speelronde zit erop. Zo ook voor de Portugezen. Afgelopen dinsdagavond kwamen supporters naar hun favoriete Portugese café in Schiedam. Dat betekent sowieso meer klanten. Gezelligheid. En een beetje trots. Want dan kunnen we ook wel gewoon ons land meer vertegenwoordigen dan wat we nu al doen. Daar kijk ik altijd heel erg naar uit. Tijdens de hele periode leef ik ook ontzettend mee. Zeer emotioneel, altijd. Fantastisch om te zien. Kijk nu echt al jaren. Dit shirt dat ik ook aan heb, dat is voor mij 2006, denk ik. Dat ga ik ook nooit meer weggooien. Ik blijf kijken, zelfs als Ronaldo gestopt is. We gaan gewoon door. Er is een leven naar Ronaldo, maar het ziet er nog steeds 39 jaar dit toch nog doen. En ik verwacht eigenlijk nog wel over 2 jaar dat hij ook nog wel een kaartje meespeelt. In Schiedam zijn er sowieso heel veel Portugezen. Dus het is eigenlijk een beetje net als thuis. Net als in Portugal. Want dan kom je echt bij elkaar. En dan kan je het gewoon samen vieren. Ik ben hier 2 keer geweest. Voor de rest kom ik hier niet zo vaak, want ik woon nog niet zo lang in Schiedam, want ik kom eigenlijk uit Rotterdam-West. Er zit een ander café hier een stukje verder, dat is Café Lisboa, dat zat vroeger op de Meent. Daar kreeg ik vroeger mijn wedstrijd voor Portugal. En sinds ik hier woon, why not? Hier kan ik het in het Portugees zien, overal als een Nederlands commentaar. Niet dat ergens, want ik ben opgegroeid met Nederlands commentaar. Maar ik weet niet, het geeft een beetje flavor aan de wedstrijd. Dus dat vind ik altijd wel mooi te doen. Portugal-Tsjechië was een bloedstollende wedstrijd. Ondanks de vele kansen voor Portugal kwamen de Tsjechen op voorsprong. Maar er was nog genoeg tijd om de achterstand weg te werken. Als echte fan zeg je natuurlijk de finale. Maar als ik ook kijk naar de kwaliteit, verwacht ik ook eigenlijk dat ze de finale kunnen halen. Want de line-up die er staat en de jaren dat ze met elkaar spelen. Ik denk dat weinig teams in Europa, misschien Frankrijk, want die zijn wel goed. Maar ik denk dat Portugal het al zou kunnen winnen. En dat zou wel een hele mooie zijn voor Ronaldo. De wedstrijd leek op een gelijkspel te eindigen. Totdat Portugal in de 92e minuut op voorsprong kwam. Bent u dan hier in Schiedam of in Portugal? Als zij winnen, dan ga ik daar naartoe. Ja. Oh ja.